Hoi, ik ben Robertus. In deze video ga ik je vertellen hoe ik naar de wereld kijk, wat ik denk van de huidige ontwikkelingen en hoe ik het verloop inschat van het proces waar we met z'n allen op deze wereld in zitten. Geloof mij niet, maar kom zelf in actie. En ik neem deze video op onder enorm warme omstandigheden. Er is hier wat je noemt een weertype Kalima heet dat. Dan zit er veel stof en zand in de lucht. Het is nagenoeg windstil. Er is veel zon, want dat is er altijd. En door dat zand en dergelijke in de lucht warmt het enorm op. Dus het was hier vanmorgen heel vroeg, was het geloof ik al 35 graden. Nou, dat loopt in de loop van de dag op en dat kan zelfs al richting de 50 gaan. Overigens, dat is niks om je druk over te maken. Dat is eigenlijk altijd wel al zo in deze regionen, zeg maar. Maar goed, het zijn omstandigheden om je lekker rustig te houden, om de schaduw op te zoeken, om het water op te zoeken. En daar ga ik iets wat meer van vertellen in deze video. En om een goed boek bij te pakken. En zo heerlijk de dag door te komen. En toen dacht ik van, nou ja, dan heb ik ook wel even tijd om een video op te nemen. Dus ja, je zou kunnen zeggen, er zijn best mensen die hier onder deze omstandigheden last hebben van hun luchtwegen. Je zou kunnen zeggen, er zit wel vervuiling in de lucht. En dan, ja, vervuiling, stof en zand. En niet iedereen kan daar even tegen. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen last van. Kijk, en op een gegeven moment, het duurt ook vaak maar een paar dagen en dan gaat het of waaien of regenen, maar dat is niet zo heel vaak zo, want als het hier ja, 2 of hooguit 3 keer per jaar ja, wat regent met regen wat betekenis heeft, zeg maar, hè, dat je ook kunt zeggen van nou het heeft even geregend, dan hè, met 2 of 3 keer per jaar dan ben je er echt wel. Dus meestal wordt het zand niet uit de lucht gespoeld, maar het wordt weggewaaid. Hè, maar goed, er zijn dus mensen die er wel last van hebben. En in zoverre zou je kunnen zeggen, ja, het is vervuiling. En daar wil ik het heel graag over hebben, vervuiling. En hoe je jezelf schoon kunt houden. En dat bedoel ik met name ook energetisch schoon kunt houden. Hè? Wat heel belangrijk is voor het onderhouden van je zelfgenezend proces. En dus dat jullie je met een zeepje of weet ik veel waarmee jezelf schoon houden, dat geloof ik. Maar ik wil wat meer vertellen over dat energetisch schoonhouden van jezelf. Nou, eerst even over de vervuiling. En ja, als ik dit vertel, dan ja, je zou zeggen, dan snapt iedereen wat de waanzin is van wat er op dit moment over ons heen gestort wordt. Hè, als het gaat over milieu, over vervuiling, over klimaat, over al die onzin, zeg maar. Maar ja, goed, blijkbaar zijn er mensen op plekken die denken dat ze het voor het zeggen hebben en die dit niet snappen. En ik denk dat ze het heel goed snappen. Ik denk juist dat ze het heel goed snappen. Maar ik denk ook dat ze allerlei verdienmodellen zien en allerlei modellen zien om ons onder bedwang en onder controle te houden. En dat is waar het om gaat. Ik denk wel dat het op dit vlak, milieu, klimaat, waanzin, dat er nog de komende tijd, dat we nog heel wat kunnen verwachten. Dus ik wil graag vertellen. Ten eerste wil ik je vertellen, als je naar het aardoppervlak kijkt en naar het gedeelte wat bewoond wordt. Ten eerste moet je weten dat 70% van het aardoppervlak, laat ik het zomaar even noemen, dat is bedekt met water. Dan hebben we het over oceanen, we hebben het over zeeën, we hebben het over meren, we hebben het over rivieren, maar we hebben het ook over gletsjers. En dan heb ik het nog niet eens over het ondergrondse water, zeg maar, hè, wat ook overal zit, zeg maar. Hè, dus laat ik zeggen, minstens 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Het overige is land. En dan moet je bedenken dat van dat land wordt dat door mensen bewoond voor maar 2%. Dus laat het even tot je doordringen. Dus van alles wat er is, het aardoppervlak, 70% is sowieso water. Dus 30% is land. En van die 30% wordt maar 2% bewoond door mensen. Dus ja, men wil ons graag laten geloven dat de aarde overbevolkt is. En hoe hebben ze dat gedaan? Door mensen samen te drijven in steden, in dorpen, in ja, agglomeraties, zeg maar, waar veel mensen bij elkaar zitten. Ja, en
Als je dan in een flatgebouw kijkt, hè, dan heeft dat meer weg van intensieve menshouderij. Hè, al die hokjes van mensen die daarin wonen, met eventueel een klein balkonnetje. En in elk hokje, zeg maar, wonen één of twee mensen, soms zelfs met kindjes. Hè, maar dat is eigenlijk gewoon intensieve menshouderij. En als het er heel veel op elkaar zijn, ja, dan kun je het idee hebben van. Oh, wat is het hier druk. Maar goed, realiseer je dus van die 30% aan land, waarvan maar 2% door mensen wordt bewoond. Want het overige is ofwel niet bewoonbaar, omdat het woestijnen zijn, omdat het ruwe bergen zijn, omdat de omstandigheden niet gunstig zijn, of omdat het gewoon niet ontgonnen is, zeg maar, of dat het ondoordringbaar oerwoud is. 2% van het landoppervlak. Wat overigens maar, hè, dat zei ik net, 30% van de totale oppervlakte is, wordt door mensen bewoond. Nou, je hoort dus wel, als wij onszelf zouden willen aanwijzen, dat kan niet eens, want het is te klein, maar als we ons zouden aanwijzen, dan is een speldeprikje op dat enorme aardoppervlak, dat is voor al te veel. En nou weet ik wel dat we met z'n allen behoorlijk veel troep kunnen maken. We produceren natuurlijk van alles wat giftig is, wat niet natuurlijk is. Dus we kunnen echt heel veel troep maken en daarmee kunnen we onze omgeving ook echt enorm verpesten. Maar goed, als je denkt, ja, je omgeving van dat speldeprikje, ja, dan willen ze ons nu laten doen geloven dat wij enorme invloed hebben op het milieu en het klimaat. Kijk, ik ben de eerste die zal zeggen dat je gewoon netjes met je omgeving zou moeten omgaan. He, dus dat verpakkingen, en zeker als die gemaakt zijn van plastic, van rubber, van allerlei troep en allerlei chemische rotzooi, dat zouden wij ja, eigenlijk van nature al niet moeten willen produceren en zeker niet om ons heen laten liggen. Maar ja, nogmaals, overdrijf dat niet, want nogmaals, dat speldeprikje en de troep die we maken, dat valt echt wel enorm mee. Maar ja, goed, men doet er natuurlijk alles aan om ons te laten geloven dat we stel smeerkezen zijn. En misschien is dat zelfs waar, maar op dat hele aardoppervlak heeft dat amper effect. Wat ook belangrijk is om te weten, dat is dus 70% is water. En dat water, dat heeft een enorm reinigend effect. En dat weet ik toevallig zelfs uit ervaring. He, want de mensen zeggen, ja, maar kom dan met bewijs of zo. Nou, ik zal iets van mijn ervaring vertellen. Ik heb in mijn leven heel veel huisdieren gehad, van vroeger uit al, zeg maar. Een van die huisdieren, dat was dat ik een groot terrarium had met waterschildpadden. Ja, nogmaals, ik vind op dit moment dat je huisdieren, hè, alles is energie. En de energie van die huisdieren, die moet je niet gevangen houden in aquaria, in kooien, aan lijntjes achter hekken enzovoort. Maar goed, destijds had ik een enorm terrarium met waterschildpadden. En als je het over smeerkezen hebt voor hun omgeving, dan zijn waterschildpadden, dat zijn echt enorme smeerkezen. Want de ontlasting die ze gewoon in het water storten, zeg maar ook het voedsel wat ze tot zich nemen in het water, hè, en wat dan, als ze een vis krijgen, te pakken krijgen, zeg maar, dan wordt dat in stukken geschud. Ze kregen bij mij ook wel vis, maar ja, dan, dat water, dat was echt binnen een dag, was dat een enorm vieze bende. Dus dat vergt heel veel, veel schoonmaak. Daar ben ik me destijds al in gaan verdiepen en toen kreeg ik de tip van je moet zorgen dat het water constant in beweging is. Net als het water op het aardoppervlak, hè, zeeën, oceanen, dat is constant in beweging. Rivieren, dat heeft een enorm zuiverend effect. Nou, om een lang verhaal kort te maken, in dat terrarium had mijn vader, hè, die had een compartiment gelast en het werd helemaal volgegooid met grind, iets waar het water lek doorheen kon. Hè, dat als het er doorheen stroomt, dat het flink in beweging is, dat er veel oppervlak is, hè, waar het water langs kwam in de vorm van kiezelstenen. En destijds, je hebt tegenwoordig allemaal hele mooie geruisloze pompen, maar destijds had mijn vader bedacht, hoe houden we dat water in beweging? Weet je, dat doen we met wasmachinepompen. Dus mijn vader had een compartiment erin gelast waar allerlei grind in lag en die had die PVC-buis doorheen gedaan. PVC moet je eigenlijk ook weer niet gebruiken, maar goed. PVC-buis erheen gedaan en dat water dat werd constant rondgepompt door die wasmachinepompen. Maar ja, mijn vader die was naar zijn werk, wij waren lekker op school en mijn moeder zat de hele dag in huis
met op de achtergrond wasmachinepomp die het water van mijn schildpaddenaquarium in beweging hield. Maar daar wil ik naartoe. Daar waar het stilstaande water binnen een dag gewoon hartstikke smerig was en ging stinken. Met deze constructie kon het makkelijk een jaar kon dat zo staan. Dat kon makkelijk een jaar zo staan. Dat water werd de hele tijd rondgepompt. Dus alle vervuiling die werd ook door dat grind heen gezogen, zeg maar. En dat kon makkelijk kon het een jaar zo staan, zonder dat het ook maar enige probleem gaf met vervuiling of stank of wat dan ook. Kijk, heel af en toe er ging er zo'n wasmachinepomp stuk, omdat een wasmachinepomp nou helemaal niet bedacht is om 24 uur per dag te pompen, zeg maar. Maar wij hadden ze op voorraad. Dus als iemand een wasmachine bij de vuilnisbak zette, vroeger kon je dat gewoon nog buiten op straat zetten, dan demonteerden wij de pomp. Voor als onze pomp stuk ging, hadden we meteen alweer een nieuwe. Dus we hadden die pompen op voorraad. En dus dan ging het wel eens fout. Want stel dat wij een dagje weg waren. En zo'n wasmachinepomp liep in de soep, bij wijze van spreken. En dat water stond een dag stil. Nou, wij woonden op 4 hoog. Maar als je dan beneden de deur opendeed, dan rook je al, er is iets met de schildpaddenbak. En ja, dan was die pomp stuk, bijvoorbeeld. Maar ik wil dus maar zeggen, dit hele verhaal, dat is dat bewegende water, dat heeft een enorm reinigend effect. Ik las van de week ook dat bijvoorbeeld die plastic soep waar ze het zo vaak over hebben, dat er veel minder plastic soep is dan dat ze ons willen laten geloven. Kijk, ik reis veel, ik kom veel bij oceanen en bij zeeën. Ik ben er ook wel stukjes overheen gegaan van het ene land naar het andere land. En heel eerlijk gezegd ben ik ook nooit de vervuiling tegengekomen waar ze het altijd over hadden. En ja, jaren geleden had ik ook nog zoiets. Nou ja, oké, dat is dan toevallig niet hier, dat is dan ergens anders. Maar inmiddels weten we natuurlijk beter en denk ik, ja, het is misschien wel sowieso niet. Want die oceanen en die zeeën en die rivieren, dat constant maar bewegende water, dat is zo'n enorme pomp, dat is, of een filter moet ik zeggen. Dat maakt het water. Welke vervuiling wij ook maken als speldeprikje op die hele aardkloot, welke vervuiling wij ook maken, ik zeg natuurlijk niet dat we vanaf nu ons afval dan maar in zee moeten pompen van zo van hop, want die oceaan die ruimt het wel op. Ik denk overigens dat het zo zou zijn, hè, maar dat sta ik natuurlijk ook niet voor, maar ik wil maar zeggen, volgens mij leven wij in een veel schonere omgeving dan ze ons willen laten geloven. Dat is eventjes belangrijk. Hè, dus de samenvatting, omdat ik weet dat ik veel woorden gebruik, zei ik gisteren ook over eergisteren. Het aardoppervlak bestaat voor maar 30% uit land, wat maar voor 2% door ons mensen wordt bewoond. Dus het is minder dan een speldeprikje op dat hele oppervlak. 70% is dus water wat beweegt en wat dus heel zuiverend is. Ik denk dat we ons daar absoluut geen zorgen over hoeven maken. Als je ook uit allerlei metingen kijkt, en dat is ook de reden waarom ik graag zo dicht bij oceanen of zeeën of water zo. Ik ben van vroeger uit al, toen wist ik nog van niks, maar ja, ze zeiden tegen ons, we waren altijd wel waterratten. Maar zeker bij zo'n oceaan, de positieve ionen die daar rond gaan, om ja, dat je daar natuurlijk hè, die wind over die oceaan en wat constant in beweging is, dat is enorm gezond voor ons. Gewoon met je blote voeten door het water over het strand lopen. Wie kent dat niet van vakantie? En wie kent dan niet het effect dat je zo verfrist terugkomt? En dan zeggen mensen ja. Maar ik heb ook een week of ik heb 2 weken ook niks gedaan en ik ben lekker opgeknapt. En wat heb je dan wel gedaan? Ja, ik heb lekker over het strand gewandeld of lekker geluierd aan het water. En dat is volgens mij waarom wij zo opknappen. Gewoon puur met je blote voeten over het zand, een beetje aan de waterlijn, een beetje zo door het water. Ik denk dat je niks gezonders voor jezelf kan doen. En dan kom ik vanzelf bij het onderdeel. Hoe kun je jezelf energetisch nou reinigen en schoonmaken? En dat is exact. Je voelt het nu al aankomen natuurlijk. Dat is exact met dat water. Door gewoon in water te zijn. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe belangrijk het is dat je elke dag gewoon even in het water bent. Want water, en daar zijn er ook voldoende onderzoeken over, hè, dat kun je echt van alle manieren vinden. Water, dat is een enorme goede
overdracht heeft dat van informatie. Ja, dus als je water blootstelt aan bepaalde energie, dan verandert dat water al. Als ik in het water ben, dan gedraagt het water zich om mij heen, gedraagt zich anders dan dat 5 meter verderop iemand anders in het water zit. Dat water, dat is een soort oerkracht en dat reageert op ons, dat reageert op energie. Hè? En het is ook zo, als je alleen al de frequentie, zeg maar, van energie op een waterfles zet, dan kun je daar het water al mee beïnvloeden. Dan hoef je het nog niet eens bloot te stellen, letterlijk aan die frequentie, maar puur door dat bijvoorbeeld al op de fles te schrijven, krijg je al ander water. Kortom, water is enorm zuiverend, zoals we al uitlegden, en niet alleen voor onze omgeving, voor het milieu, maar ook voor onszelf. En wij bestaan ook voor een groot deel natuurlijk uit water. Ja, dit is ook de reden, zei ik al, dat ik gewoon heel graag dicht bij het water ben. En als het even kan, dan ben ik elke dag in het water, het liefst in de zee. Want ik ben ervan overtuigd dat oceaanwater, het zout, alles waar het water mee verrijkt is en wat constant in beweging is. Ja, als je daar gewoon in baadt, als je daarin zwemt, als je daar gewoon doorheen loopt, dat is enorm zuiver. Want het reageert op ons en wij reageren op dat water. Dus je wordt als het ware gereset. Alsof je, wat de meeste mensen wel kennen, alsof je je mobieltje, zeg maar, aan een oplaadkabeltje legt of op een draadloos oplaadapparaatje legt of zo, en dat het mobieltje helemaal opgeladen wordt. Nou, dat is de oceaan voor ons. En niet alleen de oceaan, ook rivieren, al het water. Ook het water uit een zwembad. Kijk, stel dat je zegt, ja, ik heb niet de luxe dat ik vlakbij een oceaan woon of bij een zee woon. Dus ik kan niet elke dag in de zee zwemmen. Dan woon je misschien wel bij ander water. Nederland is vol van water. En die zegt, ja, maar dat is niet het meest zuivere water. Dat maakt dus niet uit. Oké, ik zou niet in een gifpoel gaan zwemmen, dat weer niet. Maar bijvoorbeeld een zwembad waar ook allerlei chemicaliën in zitten. Je bent in het water. En ik heb al vaker gezegd, dit soort natuurlijke systemen, dat functioneert niet alleen maar onder optimale omstandigheden. Juist niet. Ons systeem ook. We denken, oh, maar dan krijgen we gif binnen en dan ademen we dat in. Ons systeem is er helemaal opgebouwd om dat gif en die gifstoffen uit ons lichaam te krijgen. Het enige wat je moet doen om dat voor elkaar te krijgen, is dat je dat systeem wel ondersteunt. En een van die ondersteuningen is dus, ben bij en in water. We zijn geen vissen, dus het wil ook weer niet zeggen dat je een hele dag in het water moet gaan liggen. Dat is nou ook weer niet zo goed. Maar wat ik al zeg, kijk, ik heb wel eens van die momenten dat ik mij vooral was eigenlijk in de oceaan. Dat ik denk, oké, het is hier heel warm, zei ik al, en dan is het niet zo slim om overdag, zeg maar, uitgebreid in de zon te gaan. Maar aan het eind van de dag, dan is het heerlijk. Dan kun je nog urenlang, buiten zijn, in de zon zijn, die dan niet meer zo fel is. Dus het is vooral aan het eind van de dag. En als ik aan het eind van de dag bijvoorbeeld heb gezwommen, en dan kom ik thuis en zeggen wel eens mensen van, moet je ook niet even lekker douchen? Dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Ik heb gezwommen in de oceaan. En iets gezonder gaat het niet meer worden. Dus ik ga niet onder de douche staan. En zeker niet om me in te smeren met allemaal chemische troep. Natuurlijk heb ik ook gewoon natuurzeep, maar dat hoeft helemaal niet, want ik heb al gezwommen. En dat is dus de tip. En ik zeg al, als je niet bij een oceaan woont, als je geen zwembad hebt, ga onder de douche staan. Als jij gewoon maar elke dag even in het water bent, geniet van het water. Je wat mij betreft ook focus, dat je gewoon bewust bent dat het water heel veel goeds met jou doet en voor jou doet. Dat is een enorme boost voor ons hele systeem en zeker voor ons zelfgenezend vermogen. Dat mensen denken, ja, water, het is veel belangrijker dan heel veel mensen denken. Dus ja, dat wilde ik je vandaag in ieder geval even vertellen. Ik zeg al, het is nu nog overdag, dus ja, ik hield me nu nog een beetje schuil uit de zon. Dus ik heb dit filmpje gemaakt, maar zo direct ga ik inderdaad gewoon weer lekker naar buiten. Ga ik nog even zwemmen. En
Nou ja, nogmaals, iedereen kent het verkwikkende van buiten zijn, bij het water zijn, in het water zijn. Nou, ik hoop dat je daar wat aan hebt. Ik hoop dat je de gelegenheid hebt om ook regelmatig, zeg maar, jezelf dit, nou, niet alleen plezier te gunnen, maar ook ja, dit jezelf gewoon te gunnen. Omdat het zo gezond en zo goed is. Watch the water. Het wordt echt niet voor niks gezegd. Nou, ik ga je enorm bedanken voor het kijken en het luisteren. En er waren mensen die mijn duim misten. Dus misschien dan toch maar weer tot een volgende keer ergens met een verhaal van Robertus.